Het is vandaag 19 december. We zijn op de kerstmarkt in Steenbergen. En we gaan een lekkere kijkje nemen daar. Gaan jullie mee? Hele prettige kerstdagen wensen. Iedereen heel prettig kerstfeest. Gelukkig nieuwjaar iedereen. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Een prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Van Thijs. Verkade. We staan hier bij Serious Request, een hele goede actie. Tegen de tijd dat deze uitzending uitgezonden wordt, is die al over. Maar ik heb wel een vraagje. Wat is voor jou het leukste dat je met de kerst kan meemaken? Dat is een hele goede vraag. Wij hopen dan zoveel mogelijk geld ingezameld te hebben voor Serious Request met onze actie Serious Rescue. We zijn met een aantal boten, 18 stuks geloof ik, ja, 18. Onderweg van Berg op Zoom naar Eindhoven. En om daar uiteindelijk zoveel mogelijk geld af te leveren als reddingsbrigade zijnde. En dat geld gaat ook rechtstreeks aan de reddingsbrigade? Nou, dat komt van de reddingsbrigade en dat gaat rechtstreeks naar de DJ's van Serious Request voor de actie tegen kinderen en AIDS. Free, heb je soms honger? Want ik heb zin in een oliebol. Oh, oké. Okay. Ik denk, hij praat niet. Mag ik 3 oliebollen van jou? Met of zonder? Met, ja, 3 met, ja. En wat vind je nou eigenlijk het leukste aan de kerst? Wat vind je daar leuk aan? Het kerst, de gezelligheid met de familie. En dat je lekker, lekker warm thuis bij de warme kachel zit. Steenbergen heeft heel originele ideeën. Want ze hebben zelfs kerstmarkt in de kerk. In de mooie Gemariskerk, hier op de markt in Steenbergen. We gaan binnen kijken. Mevrouw, kunt u iets meer vertellen over de kerststalletjes die hier in uw kraampje staan? Deze kerststallen zijn een privéverzameling van dominee Schipper uit Rotterdam. Is dit heel de verzameling van die meneer? Nee, dit is ongeveer een kwart van zijn verzameling. Want normaal heeft hij een stand van 5 meter en er staat dan helemaal vol.
je ziet er zo mooi uit eigenlijk, hè? Dan mag jij zelf, wil je zelf even uitleggen wat jij doet vandaag? Ik loop dus in de wandelende grabbelton. En de grabbelton, de opbrengst daarvan is voor de wensboom van de Lions. En ze kunnen dus hier voor 2 euro een klein cadeautje uithalen. Kan je me iets meer uitleggen over de wensboom? Waar staat die? En wie vult er iets in die wensboom? De wensboom staat in de bibliotheek. En alle mensen uit Steenbergen kunnen dus een persoonlijke wens opschrijven. En die dan in de wensboom ophangen. En dan gaan wij van de Lions kijken wat we daar eventueel van in kunnen wilgen. Genoot heeft zelf dat u aan het kerstdiner zit of zo, of wat uitbuiken bent van de oliebollen. Ik hoop dat u niet ingesneeuwd zit, want zoals het er nu uitziet, hangt het nog een beetje. Maar bedankt voor het kijken in ieder geval. Gelukkig nieuwjaar.